Goedemiddag en welkom bij een nieuw webinar van Grant Thornton, speciaal voor MKB-ondernemers. Mijn naam is Christian Buizer en vandaag nemen wij u mee in de wereld van inflatie en hogere energiekosten. Niet de leukste onderwerpen, maar met onze vakkennis proberen we daar toch nog weer iets leuks van te maken, voor zover dat kan. En dat doen we op fiscaal en juridisch gebied. Tegelijkertijd gaan we ook kijken naar de maatregelen die de overheid heeft getroffen voor de energiekosten, om de energiekosten wat te verzachten. En dat doen we achter elkaar. Eerst gaan we kijken samen met Cor Overduin naar inflatie en fiscale adviezen. Cor, we kennen jou natuurlijk van alle box 3-perikelen. Ja, maar nu is wat anders, Nu is Christian. wat Ja, anders. Zit ja. daar nog een verband tussen inflatie en box 3? Nou, daar zit zeker ook wel verband in, maar box 3 houdt geen rekening met Je houdt inflatie. geen rekening met Dus inflatie. dat moet ook nog eens een keer veranderen. Maar goed. Oké, okay. Nou, we zijn benieuwd natuurlijk welke fiscale tips jij hebt voor de kijkers om iets aan die inflatie te doen, welke impact dat heeft op de onderneming. Dus daar gaan we zo naar kijken. Zelf ga ik in op de energiemaatregelen, dus met name de TEK-subsidie. En dan gaan we naar jou, Arno Hofman, specialist arbeidsrecht. Nou, je zit hier natuurlijk wel vaker aan tafel, Zit hier dus altijd zo gezellig. je weet hoe het Nou, hier werkt. kom hier graag. Maar dit keer over een wat minder gezellig onderwerp, reorganiseren. We weten natuurlijk niet wat er op ons afkomt in 2023. Wat moet je als ondernemer gaan doen om je daarop voor te gaan bereiden? Wat is er nodig? Merk je daar nu al iets van in de praktijk? Ja, in de praktijk en zowel in de media ook. Dus je ziet dat veel bedrijven er of mee spelen of er al middenin zitten. En daarom is het goed om, zeker als er nog twijfel heerst of nog onduidelijkheid over financiële positie, om daar voorafgaand aan het moment om echt in te grijpen, Ja. om je goed in te lezen en voor te bereiden, Oriënteren. te Nou, daar gaan we het oriënteren. zo meteen over hebben. Jij bent dus laatst aan de beurt. We gaan het ongeveer 3 kwartier tot 1 uurtje dit webinar doen. Dus tot ongeveer 2 uur. En afhankelijk van de vragen die we hebben, kan dat langer of korter worden. Want u heeft als kijker de mogelijkheid om vragen te stellen. En dat doet u via de software. U kunt in de chat kunt u een vraag tikken. Dus schriftelijk. Die vraag die komt bij mij binnen hier op de laptop. En ik zal de vraag ook stellen aan de specialisten hier aan tafel. Dus maak daar vooral gebruik van. Want dat is voor ons leuk als we wat interactie hebben. En hopelijk ook voor u als u antwoord op uw vraag krijgt. En alle vragen die beantwoorden we ook na afloop van dit webinar. We maken een opname van het webinar. En u krijgt morgen in de e-mail die opname toegestuurd. Met ook alle vragen beantwoord. Dat vooraf denk ik. Laten we maar gewoon beginnen met inflatie. En ik had dus een plaatje gemaakt. Dit zijn nog even de onderwerpen waar we het net over gehad hebben. We gaan het hebben over inflatie en fiscale adviezen. Over de energiemaatregelen. En vervolgens gaan we het hebben over het arbeidsrecht in turbulente tijden. En ik had dus een plaatje gemaakt van. Dit lijkt op inflatie, zou je denken, maar dat is het niet. Dit was het plaatje van de status van de economie. Een grafiek. En waar zitten we nou eigenlijk op dit moment, hè? Want de economie, het gaat heel goed met de economie. Dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien. Soms tot op gekke hoogtes. Kijk maar naar de huizenmarkt, hoe hard dat ging. Maar zitten we nou al op het dalen? Zijn we al over het puntje heen? Zitten we al ergens halverwege op die lijn naar beneden? Of zitten we zelfs al op de put? Ja, Wat denken jullie eigenlijk? de geluiden zijn een beetje gemixt als je het mij vraagt, Christian. Hè? Want aan de ene kant zie je dat natuurlijk inderdaad de groei wel aan het afvlakken is en dat men al rekening houdt met de recessie. Aan de andere kant, die inflatie was heel erg hoog. Maar hebben we dan daar de piek al van bereikt? Hè? Volgens sommigen wel. Maar die gewenste 2% per jaar waar de Europese Centrale Bank op stuurt, hè, of maximaal 2% per Ja. jaar, daar zitten we natuurlijk ver vanaf. En mevrouw Lagarde doet ook aan verwachtingsmanagement tegenwoordig. Dus iedere keer schuift dat een beetje op, hè. Dus het is een heel onzekere situatie wat dat betreft, hè, hoe die inflatie zich gaat ontwikkelen. Maar ja, dat we voorlopig nog wel met hoge inflatie te maken hebben, dat is wel meer en meer het verhaal, hè. Die 2% die is wel even uit beeld de komende jaren. Het begon natuurlijk met hogere energiekosten, ook door de oorlog Rusland-Oekraïne. Maar je ziet dat natuurlijk steeds die energieprijzen verwerkt worden in steeds meer producten die ook in prijs aan het stijgen zijn, waardoor je een soort herhaaleffect krijgt, is Ja, mijn idee. en die loonprijsspiraal komt op gang, hè? Dus Ja. ik bedoel, dan kun je natuurlijk zeggen, de lonen worden verhoogd omdat het leven duurder wordt. Maar ja, als vervolgens dan de loonkosten omhoog gaan, dan zullen werkgevers die kosten weer willen doorberekenen, worden de producten en de diensten weer duurder. Begint het liedje weer opnieuw. Dus ja, ik denk dat we wel in die zin aan de vooravond staan van een soort loonprijsspiraal.
En dan ben je weer een beetje terug bij wat er in de jaren 80 ook gebeurde. En dat heeft wel even geduurd voordat het allemaal weer een beetje... Nou, dat wordt er niet gezellig, Rob. Ik denk dat die dip dan zo is zoals op dit plaatje. Ik denk dat die dip dan wat... Jij hebt een mooi plaatje met weer een... Aan het eind gaan we weer de hoogte in. Dus positief Nou, dat hoop ik. Hè. Nou, daar zitten we nog niet. Ik denk dat we iets over die top heen zijn, denk ik. Ik denk dat we zo'n beetje zo naar beneden aan het gaan zijn. En dan maar hopen dat dat meevalt. Dat dan sommigen zeggen ook, we gaan een milde recessie tegemoet, zoals het heet. Ja. Nou, als het dan toch een recessie moet zijn, liever dan maar een milde, hè, zou ik denken. Dus, en snel weer die lijn omhoog. Dus ik hoop dat de mensen die dat glazen bolletje hebben, dat die het inderdaad goed hebben gezien. Maar dat moet de tijd gaan leren. Ja. Hetzelfde zie je natuurlijk ook weer terug in de werkloosheidscijfers. Die zijn eigenlijk, ik sluit me aan bij wat jij zei, stabiel. Maar ja, niemand weet inderdaad wat er gaat gebeuren. Het enige wat we merken is dat er wel een enorme krapte is op de arbeidsmarkt. En dat mensen toch, als ze al ergens anders naartoe willen gaan, is dit het moment dat ze ergens anders naartoe gaan. Ook dat speelt daarin een rol. En voor wat betreft werkloosheid sluit ik me daar ook weer op aan. Dat ik denk dat we net over die piek heen zijn. En dat het echt afwachten is of het zo'n diepe val gaat maken. Maar tijdens corona hebben we natuurlijk ook wel eens gesproken over slecht weer. Ja. En wat gebeurt er op arbeidsrecht. En dat viel toen eigenlijk wel heel erg mee. Ook door de overheidssteun die natuurlijk gegeven is. Dat ging toen vrij snel. Volgens mij was toen de daling echt wel ploep naar beneden toen in maart 20. En toen ging dat eigenlijk wel weer vrij snel in stapjes wel met de lockdowns naar boven. Dit voelt voor mij meer als een soort slow motion. De energiemaatregelen ook, die zijn aangekondigd, maar ze zijn er nog niet. En van heel langzaam, maar ja, hoe diep wordt dat? En gaat het op een gegeven moment een keer sneller? Ja. Dat als opening zou ik zeggen. Om te beginnen maar eens even een poll voor u als kijker. Wij zijn benieuwd wat u nu merkt van de economische omstandigheden. De vraag is van welk economisch aspect merkt u het meeste? En dan zijn er vier antwoordmogelijkheden. De eerste is hogere inkoopprijzen en schaarste. De tweede is minder vraag naar producten en diensten. Dat u dat al merkt, dat de mensen minder nodig hebben. Antwoord C is moeite om de prijsstijgingen door te belasten. Dat is natuurlijk ook best mogelijk. En D, daar is die dan de krappe arbeidsmarkt. En dan stijgende loonkosten. Alles hangt natuurlijk met elkaar samen, maar wij zijn vooral benieuwd welk aspect, waar merkt u het nu het meeste van? Geef u even de tijd om antwoord te geven. En dan op een gegeven moment dan krijg ik ook de percentages door. Dus dat is wel even leuk om te zien hoe u dit ervaart. En vervolgens gaan we naar jouw blokje, Cor, over fiscale adviezen. Maar laten we dit nog heel even af. Jazeker. Eigenlijk hangt alles met elkaar samen. Hè? Dus ik denk ook wel dat mensen misschien denken, waar is antwoord E? Ja, waar alle bovenstaande. Ja, combinatie van. Ja. Ik heb hier de antwoorden. Twee mogelijkheden. 39% die zegt hogere inkoopprijzen en schaarste. Dus antwoord A. Maar ook 39% precies zegt krappe arbeidsmarkt en stijgende loonkosten. Dus dat zijn de twee elementen. Alles wat duurder wordt eigenlijk. Hè? Hogere inkoopprijzen en duurdere arbeidsmarkt. En dan 2 keer 11% voor de overige twee opties. Dus dat wordt echt nog als minder ervaren. Kennelijk is er nog wel vraag naar producten. En kunnen die prijsstijgingen ook best goed doorbelast worden. Dus vooral aan de aanbodzijde is dat dan. Hè? Ja, aan de inkoopkant. Ja, de inkoopkant. Ja. Oké. Hebben we die poll gehad. We gaan zo meteen nog twee polsvragen aan u stellen. Maar eerst gaan we eens even naar het blokje fiscaal. En inflatie. Ik geef de sheets aan jouw Cor. Dank je wel. We gaan met name kijken naar vier onderwerpen, denk ik. Waarderingsmethodes, ondernemersstructuur, juridische vastleggingen en liquiditeit. Ja. Ga je gang. Dank je wel. Het is inderdaad een mooie opsomming. Dus langs die lijn gaan we hier maar eens even doorheen met elkaar. Als het gaat om waarderingsmethodes, hè, dan kom je eigenlijk al direct bij een paar belangrijke dingen. In een balans of in een belastingaangifte voor je bedrijf kun je zeggen, ik moet iets met mijn voorraadwaardering doen. En ik kan iets doen misschien met leningen en ik kan iets doen met voorzieningen. En als we kijken naar de voorraden, dan kun je zeggen, ja, voorraadwaardering kun je op verschillende manieren doen. Er zijn systemen voor. Hè, maar als je zegt van, ja, ik wil iets met wat zo inflatiebestendig mogelijk is, dan zou je eigenlijk een zogenoemde ijzeren voorraadstelsel moeten hanteren. Nou, dat klinkt een beetje uit de oude boekjes, maar
inmiddels als inflatie weer een factor van betekenis is, dan stoffen we die oude boekjes graag weer af om te kijken hoe zat het ook alweer. He, want bij zo'n ijzeren voorraadstelsel zeg je eigenlijk van ja, ik heb een soort standaard voorraad die ik met een standaardprijs waardeer. En op die manier hou ik die voorraad ook in hoeveelheid vast. En op die manier probeer ik ook inflatie een beetje buiten de deur te houden. Maar het is wel zo dat als je dat stelsel komt momenteel heel weinig voor. Hè, want tegenwoordig hebben we heel veel van first in, first out. Hè, FIFO of LIFO, last in, first out. Als je dat wil wijzigen, dan kan dat op zich wel. Maar je moet wel bedacht zijn dat dat niet mag worden gezien als een behalen van een incidenteel fiscaal voordeel. Dus een stelselwijziging voor de belastingen moet wel een bredere kader hebben dan alleen maar het idee van, oh ja, maar nu heb ik een probleem, dus dan wil ik even wat anders. Je mag over drie jaar als de inflatie weer voorbij is, hè, stel dat. Dat je zegt, ja, nou wil ik weer terug naar het oude, want dat was eigenlijk makkelijker. Dus, en wat zou dan het voordeel zijn van zo'n ijzeren voorraadsysteem? Dan mag je je voorraad hoger waarderen of juist lager? Ja, dan moet ik ook zelf ook wel echt altijd goed nadenken. Maar het gaat erom dat, kijk, hè, jij moet bijkopen nu tegen veel hogere prijzen. En dat wil ik direct in mijn kostprijs van mijn omzet kwijt. En ik hou dus mijn voorraad in stand. Ja. Dus het is niet zo dat ik zeg, ik heb nu duur bijgekocht. Dus ik heb nu duur, hè, ik noem wat, ik heb 30.000 kilo van iets liggen. Maar de prijs is inmiddels 3 keer zo hoog. Ik ga niet mijn voorraad in de boeken dan 3 keer zo hoog zetten. Nee, alles wat ik bijkoop gaat direct in de kostprijs van de omzet. Hè. Dus ik hou mijn voorraad laag in de boeken. Maar de hoeveelheid die dat representeert, ja, die blijft al gelijk. 30.000 in mijn voorbeeld. Maar vervolgens je resultaat, wat je behaalt, dat wordt dan lager? Dat wordt lager omdat ik direct, hè, met de gestegen inkoopkosten, die zet ik ook direct in mijn kostprijs verhaal. Ja. En daarmee maak ik mijn resultaat lager en ik reken me dus niet rijker. Want ja, het gaat me niet om of die voorraad nou per stuk 300 kost of 100. Het gaat om dat ik 30.000 kilo heb liggen. En dat zou dus juist bij stijgende inkoopprijzen, kan dat een goed systeem zijn, ja, om je resultaten op een andere manier te berekenen. Ja, en om op die manier in feite, hè, te zorgen dat de kostprijsverhoging direct ook in mijn resultaat komt te zitten. En niet zozeer in datgene wat ik in het magazijn heb liggen. Ja, ja. Oké. Dus dat is iets om rekening mee te houden. Aan de andere kant, we gaan economisch wat moeilijkere tijden tegemoet. Het kan zijn dat een leverancier of degene aan wie je geld hebt uitgeleend zegt van sorry, ik kan niet meer betalen. Dan kun je zeggen, ja, ik had een vordering op een andere partij. Alleen die andere partij die geeft niet thuis. Ja, mag ik dan afwaarderen? In principe kan dat natuurlijk op het moment dat je ziet van ja, hè, die vordering is misschien toch niet meer helemaal binnen te halen. Zoals dat zo mooi heet, je mag een voorzichtige koopman zijn op belastinggebied. Dus als je denkt dat het allemaal niet zo best gaat met die crediteur van jou, dan kun je natuurlijk zeggen van ik ga toch maar eens afwaarderen. Het is wel zo dat je kan dat niet zomaar los doen. Ik bedoel, je moet dan wel indicaties hebben die duidelijk maken dat het ook inderdaad een moeilijk verhaal is. Maar ja, meestal als iemand natuurlijk in gebreken blijft met betalen, hè, dan begint het over het algemeen een incasso verhaal of waarom betaal je niet. En hè, dat kan natuurlijk met leningen zijn, maar dat kan ook met handelskrediet zijn. En op die manier, door af te waarderen, verlaag ik mijn resultaten en betaal ik dus ook minder belasting. En zo maak ik dan ook weer wat liquiditeit vrij, als het goed is. Kritisch kijken naar je leningen. Ja. Maar wees erop bedacht dat het niet zomaar een broodje aaf verhaal is. Het moet wel serieus onderbouwd zijn. En een ander punt, dat is misschien wat minder actueel of misschien komt dat wat minder voor, maar op het moment dat je voorzieningen treft voor bijvoorbeeld groot onderhoud of je hebt een kostenegalisatiereserve waarbij je zegt in de toekomst, ik moet eens in de 10 jaar moet ik mijn dak vernieuwen of eens in de 10 jaar moet ik het pand laten schilderen. Voor sommige kosten kun je natuurlijk voorzien, maar dan is wel belangrijk dat je daar ook een soort onderhoudsplan voor hebt. Maar met alle kosten die gestegen zijn, kun je natuurlijk zeggen, ja, ik had een voorziening op basis van het idee dat iets 50.000 euro gaat kosten. Maar als ik dat vandaag dat werk opnieuw zou moeten opvragen qua prijs, krijg ik misschien wel te horen dat het 70.000 kost. Probeer maar iemand te vinden die het voor je wil doen. Probeer maar iemand te vinden. En B, als het zoveel meer kost, dan kun je natuurlijk je voorziening wel op dat niveau ophogen. Ook hier is wel belangrijk dat je dat goed onderbouwt. Dus op het moment dat je zegt, ik heb hier een onderhoudsplan waarin staat, dit gaat 50.000 euro kosten. Ja, als je nu zegt het gaat 70.000 kosten, dan is het wel verstandig dat je daar ook een aangepaste offerte onder hebt liggen.
die de actuele kosten ook weergeeft. Mag je dan die 20.000 in één keer als kosten nemen of als toevoeging aan je voorziening? Volgens mij is dat moeilijk, maar dat hangt er ook een beetje vanaf of je echt een voorziening hebt of dat je een zogenaamde kostenegalisatiereserve hebt. Want bij de één mag je wel inhalen. Ik dacht bij de voorziening mag je wel direct inhalen, maar bij de egalisatiereserve moet je dat uitsmeren over de resterende periode. Maar ook hoe dan hier ook, weer even opletten wat je aan het doen bent. Niet zomaar doen, maar even zorgen voor goede onderbouwing. Maar dan zijn er zeker mogelijkheden. Ja, absoluut. Hè, want het is wat je zegt, zie maar iemand te vinden. De kosten van heel veel onderhoud zijn enorm gestegen. Want ook daar is heel veel personeelstekort. Dus ja, dan mag je je voorziening natuurlijk ook ophogen. Want ja, het is niet reëel om dat op dat lage bedrag te laten staan. Dus daar valt wat te winnen, hè, als je daar kritisch naar kijkt. Duidelijk. Ja. Goed. Dan hebben we nog twee andere dingen waar je misschien ook wat mee kan. Hè. Het waarderen van vastgoed. Fiscaal mag je vastgoed wel afwaarderen. Alleen dat kan alleen maar als er sprake is van een zogenaamde duurzame en aanmerkelijke waardedaling. Nou, dat is een heel mooi begrip. Maar nu in de praktijk invullen, dat is best lastig. Hè. Dat moet ik eerlijk bekennen. Maar op het moment dat je ziet dat jouw pand qua functionaliteit wezenlijk afwijkt van wat het ooit was, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dit pand gaat het voor mij niet meer doen. Hè? Dus het kan zijn dat jouw bedrijfsprocessen zijn veranderd. Het kan zijn dat je vanwege corona een heel ander aanwezigheidspatroon hebt op je kantoor. Dat je zegt van, ja, ik heb hier wel een kantoor van 10.000 vierkante meter, maar ja, sinds corona werken we allemaal hybride. Dus het heeft voor mij... Ja, 3000 vierkante meter heeft nut en de andere 7000 vierkante meter niet meer, want we zijn hier nooit meer met z'n allen. Nou, het zijn allemaal misschien ideeën om eens goed naar te kijken, hè, van kan ik daar wat mee? Maar het moeten echt duurzame stappen zijn. Hè? Het is niet zo van dat je zegt van, oh ja, het vastgoed is dit jaar met 5% gedaald, dus dan waardeer ik ook maar met 5% af. Volgend jaar stijgt het misschien met 3% en dan zou je weer omhoog moeten. Maar zo werkt dan het niet. Dan blijf je aan de gang. Ja. Nee, het is geen gejojo, het moet echt serieus zijn. Hè? Dus... Het moet iets duurzaams zijn en dat moet je eventueel kunnen onderbouwen. Ja, aan de ene kant hoop je natuurlijk dat dit helemaal niet nodig is. Hè? Want als dat nodig is, dan gaat het toch iets niet goed met het economisch plaatje van net. Nee. Maar als het dan gaat gebeuren, dan zijn dit de mogelijkheden om het toch te verzachten. Ja, mocht het aan de orde zijn dat je denkt van ja, ik zit in een veel te ruim pand inmiddels voor mijn bedrijf. Of hè, er kunnen situaties zijn dat je zegt van ja, de tijd heeft inmiddels de boel veranderd. Ja, dan is het wel het moment om daar eens kritisch naar te kijken. Ja. Ja, goodwill is ook zo'n punt. Hè? Misschien heb je ooit wat bijgekocht voor je bedrijf. Dat je zegt, ik heb een praktijk bijgekocht. Of ik heb een andere onderneming overgenomen met goodwill. En ja, puntje bepaaltje, is die goodwill helemaal niet meer aanwezig. Want met de huidige economische vooruitzichten of de verandering in de markt is het gewoon verdampt. Ja, oneerbiedig gezegd, heb je de kat in de zak gekocht tot op zekere hoogte. Ja, kan ik daar wat mee? Nou ja, dan is het natuurlijk wel belangrijk om te kijken of je dat misschien kan afwaarderen. En als je niet kan afwaarderen, kun je soms ook dat wel forceren door iets over te dragen buiten een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Om een waarderingsverlies te forceren. Nou ja, dat zijn allemaal dingen. Als je op zoek bent naar verliezen, hè, of om te zorgen dat je liquiditeit, je belastingresultaat verlaagt, zijn dit allemaal dingen om naar te kijken. Dus, ondertussen krijg ik een vraag over dit stukje. Het ging net even over voorzieningen. En de vraag is, zijn deze voorzieningen anders dan een bestemmingsreserve? Kan je daar iets over zeggen? Ja, een bestemmingsreserve, dat klinkt meer als een post die in, ik noem het maar, in de non-profit naar voren komt. Hè, want sommige organisaties die mogen een bestemmingsreserve vormen. Waarbij ze zeggen, wij halen wel wat geld op, maar wij moeten dat opzij zetten. Alleen bij die bestemmingsreserve, ja, dat zal niet zozeer een fiscale regeling zijn. Maar dan zit je meer, denk ik, ook met het punt van de regels van het jaarrekeningenrecht. En ik weet niet in hoeverre daar ook die ruimte is. Maar ik kan me voorstellen dat een voorziening en zo'n reserve, ja, als jij kan onderbouwen dat die kosten hoger zijn, kun je zeggen, ja, dan mag ik ook meer reserveren daarvoor. Ja, dus ik hoor je zeggen, een belangrijk verschil is van ja, die voorzieningen die zijn fiscaal aftrekbaar. En de vraag is even of dat bij die bestemmingsreserve ook zo is. Ja. En wat het dan precies is. Dus dat hangt een beetje van het soort onderneming af, ja. of organisatie. Maar ik kan me voorstellen dat er dezelfde lijnen wel achter zitten. Dat je zegt, als er hogere kosten zijn, dan dat ik ook meer mag reserveren daarvoor.
Maar soms moet je ook weer kijken naar wettelijke regels die dat soms verbieden, hè, in een bepaalde branche of specifieke voorschriften zijn. Maar in de basis zou ik zeggen, moet je hogere kosten ook daar kunnen meenemen. Ja. Yes, oké. Okay. Goed, dan gaan we door naar de ondernemingsstructuur. Ook dat is natuurlijk een punt, hè. Je kan natuurlijk altijd voor jezelf afvragen van, heb ik nog steeds de juiste structuur? Hè? Want soms zijn er fiscale argumenten om meerdere BV's te hebben. Soms zijn er juridische argumenten, hè? En met name dat laatste vind ik persoonlijk erg belangrijk. Het gaat ook, hè, wat we aangeven, het gaat om risicospreiding. Hè? Dus heb je in je structuur nou wel eigendom en exploitatie goed gescheiden? Hè? Want zaken die van waarde zijn, die probeer jij te behouden, ook als het minder gaat in de tijd. En exploitatie, daar zit over het algemeen de meeste risico. Dus als het in de exploitatie niet helemaal optimaal gaat, zou het vervelend zijn als je eigendom wordt aangetast. Nou, waar het kan, moet je proberen om eigendom en exploitatie te scheiden. En als je dat over meerdere BV's doet, kun je ook fiscaal daar gelijk natuurlijk weer op inspelen, omdat we in de vennootschapsbelasting nou eenmaal twee tarieven hebben. En ondanks dat die eerste schijf wordt ingekort en een hoger tarief krijgt, is er nog altijd een verschil. Wat maakt dat het voordelig is om, ja, winst waar het kan te verdelen over meerdere vennootschappen. Dus ja, kijk daar heel goed naar. Hè, van, is mijn structuur nog wel goed? En het sluit ook een beetje aan bij wat Anne zei. Ondernemingen moeten nadenken over, ja, wat komt er op me af? Hè, welke scenario's kunnen mij de komende tijd overkomen? En hoe wil ik daarop inspelen? Want als je dat te laat doet, hè, als je, ja, al weet dat het slecht gaat, dan hoeft het niet meer, denk ik. Nee, dan vertelt de curator wel hoe het allemaal verder gaat. Ja. Maar dat wil je allemaal juist voor zijn. En dan moet je wel op tijd beginnen. En je moet zorgen dat je structuur een beetje scenario-proof is. Wat dat betreft. Nou, is dat plaatje waar we mee begonnen natuurlijk ook wel weer relevant. Van waar zitten we nu? Als je al op de put zit, dan ben je misschien wat te laat hiervoor. Maar zit je nog bovenaan bij de, ja. Ja. Bij de bolling, dan kan je nog wat doen. Nou zeker, kijk, en heel veel ondernemingen, hè, want het beeld in de economie is natuurlijk heel divers, maar ja, de economie heeft tot nu toe best wel goed gedraaid, gemiddeld genomen. En er zijn sectoren waar het goed ging, er zijn sectoren waar het heel goed ging, maar er zijn ook sectoren waar het minder ging, omdat alles onder druk staat. Maar als je voorziet dat je slechtere tijden tegemoet gaat, ja, en je zit nu nog op een relatief goede positie, ja, dan is dit wel het moment om daarnaar te kijken. Kritisch kijken naar je ondernemingsstructuur en bedenken wat je moet, ja, doen voor de toekomstige. Ja, ja. Hoeveel moet je kijken? Is dat 1 jaar, 2 jaar, 5 jaar? Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje lastig, Christian. Hè? Maar waar het kan, moet je natuurlijk toch proberen, ja, meerdere jaren vooruit te denken. Want ja, waar sta ik over 5 jaar met mijn bedrijf? Ja. Waar sta ik over 20 jaar? Kijk, vandaag de grote namen van vandaag bestonden 20 jaar geleden niet. Dus hoe zou het over 20 jaar zijn? Hè? Vinden we dan al die hippe bedrijven die nu de baas zijn, ja, misschien zijn ze alweer ingehaald door anderen. Maar dat kan voor iedere onderneming gelden. Hè? Kijk, bepaalde zaken zullen altijd doorgaan, maar sommige zaken zijn ook weer typisch tijdgebonden. Ja. Dus kijk ook een beetje, wat voor soort bedrijf heb ik? Wat is mijn verdienmodel? Hè? Om maar eens iets heel populairs te zeggen. En hoe standvastig zal dat zijn? En misschien ook wel van, waar wil je naartoe als ondernemer? Ja, ook wel belangrijk. Hè? Wat zijn je ambities? Of, ja, hoe lang ga je nog door? Wat zijn je ambities? Wil je uitbreiden? Wil je consolideren? Ja, hè? Allerlei ideeën. Maar het is goed om dit tegen het licht te houden. En dat geldt ook voor de rechtsvorm. Hè? Sommige die zitten in de inkomstenbelasting met een eenmanszaak. Is een BV niet beter uit oogpunt van aansprakelijkheid? Hè, we leven in een wereld waarin iedereen elkaar al heel snel wat verwijt. Dus in die zin, hè, ga je al snel naar een BV. Dan gaan we naar de juristen toe. Hè? Ja. Nee, maar dat is een tijdgeest ook. Hè? Ik bedoel, ja. Je bent al heel snel voor iets aansprakelijk. Dus ja, kijk daar ook alsjeblieft goed naar. Zeker als je weet dat het misschien qua economisch klimaat wat minder gezellig wordt de komende jaren. En dan kun je zeggen, ja, dan geef ik een fiscaal voordeel op. Maar ja, ik blijf liever overeind dan dat ik fiscaal misschien een voordeeltje had, maar vervolgens persoonlijk failliet raak. Ja, want dat is natuurlijk ook nog weer het gevolg bij een eenmanszaak, dat je ook privé aansprakelijk bent, ja, met je vermogen. Ja, dus leg het thuis maar uit. Ja. Ja. Ik zou het wel weten, denk ik. Ja, nou ja, mocht het toch tot liquidatie komen, dan zitten we wel aan het staartje van een onderneming, zeg ik dan maar. Ja, hè, je kan sommige BV's heel snel opheffen met turboliquidatie, zoals dat heet. Wil ik nu maar even niet al te zeer op ingaan, maar mocht je denken van, ik moet mijn structuur opschonen en ik wil van BV's af.
ja, kijk dan even wel met een jurist of het mogelijk is om dat via turboliquidatie te doen. En of je inderdaad wel aan de voorwaarden voldoet. Hè? Want er komt wel wat aan qua regels, maar komt een beetje op jouw terrein. Dus daar blijf ik vanaf. belangrijk ook bij dit verhaal. Hè? Kijk, als je zegt van ik ga dingen veranderen, omdat ik zie dat het economisch klimaat verslechtert. Ja, dan is het ook wel belangrijk dat je goed kijkt dat alles ook goed is vastgelegd. Hè? Want als het erop aankomt, moet je wel kunnen zeggen van, ik heb toen en toen dit besluit al genomen. Ik heb toen en toen al die overdracht gedaan. En al dat soort zaken maakt wel dat je je huiswerk op orde moet hebben. En dat klinkt misschien een beetje flauw, maar dat geldt ook voor de basale dingen zoals een managementovereenkomst of datgene wat je met je eigen BV afspreekt als je een directeur grote aandeelhouder bent. Zorg dat je dat allemaal netjes op orde hebt. Want kijk, als eenmaal een curator of wie dan ook over je schouder gaat meekijken, dan moet je wel kunnen uitleggen dat het allemaal zakelijk is en dat het ook altijd al zo ging. En als ik dan niks op tafel kan leggen, ja, dan sta je al wel met 3-0 achter. En meestal komt het dan niet meer goed. Hè? Die wedstrijden die je dan nog met 3-4 wint, die zijn vrij zeldzaam. Dus, op fiscaal gebied zijn er ook wel wat dingen waar je dan aan kan denken. Hè? En we hebben in de vennootschapsbelasting heb je de regeling van de fiscale eenheid. Nou, die kan je voordelen opleveren als het gaat om verliesverrekening. Hè. Soms kun je zeggen, ja, de ene dochtermaatschappij maakt verlies en de andere winst. Dus dat wil ik direct met elkaar compenseren. Nou, heel fijn als dat binnen fiscale eenheid is. Maar het kan juist soms ook slim zijn om ze uit elkaar te houden. Om te zeggen, nee, eerst moet die verliesdochter maar op eigen kracht iets inlopen. Nou, heel belangrijk om te kijken, kan ik die fiscale eenheid gebruiken of moet ik hem juist aan de kant zetten? Als je hem hebt, is het ook belangrijk om te zeggen van hoe verrekenen we binnen zo'n fiscale eenheid de vennootschapsbelastingpost? Want ja, dat kun je op verschillende manieren afspreken, maar dat kun je wel zo doen dat jij, ik noem het dan maar slecht weerproof, dat doet. En door bijvoorbeeld in een onderlinge overeenkomst tussen die vennootschappen af te spreken dat alles voor de moedermaatschappij is, hè, dus voor de holding, voorkom ik dat ik verliesdochters wat moet teruggeven op het moment dat het daar echt slecht gaat. Maar ook zo'n overeenkomst, ja, die moet je natuurlijk niet één minuut voordat je failliet gaat tekenen. Ja, dus dan zegt de curator, ja, volgens mij klinkt het een beetje alsof u op het laatste moment nog iets probeert te redden. Maar is dat nou een overeenkomst die de Belastingdienst ook eist als je in een fiscale eenheid bent? Of is dat meer iets dat je zegt van, joh, dit moet je intern met jezelf afspreken? Dat laatste, Christian, dit is meer iets wat je intern moet afspreken. Dus je kan vastleggen van, we hebben een fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Ik noem maar wat, ik ben een holding BV met 3 BV's, 3 werkmaatschappijen. Dus deze 4 spreken samen af dat de vennootschapsbelasting altijd op het niveau van de moedermaatschappij wordt geheven of teruggegeven. En als er dan een dochtermaatschappij verlies maakt, dan kun je zeggen, ja, ik maak wel verlies. Dus ik heb wel gezorgd dat de vennootschapsbelasting van ons 4 minder werd. Maar dat voordeel dat het minder werd, hoeft niet aan mij als verliesdochter te worden gegeven. En daarmee voorkom je dus dat dan, even kijken, de moeder een schuld krijgt aan de dochter. Failliete dochter. Ja, en dan kan de curator dus niet zeggen van, die moedermaatschappij, daar zit nog wat vlees op de botten, kom jij maar eens hier met je centjes. Ja, want dat zal meestal het geval zijn, dat er iemand failliet gaat en de curator gaat kijken, kan ik ergens nog geld halen? Ja. En dan met name de vennootschappen in de fiscale eenheid, die liggen dan wel erg voor de hand om... Om ernaar te spreken. Ja, precies, en dan kun je natuurlijk ook gaan kijken naar managementovereenkomsten. Van ja, hoeveel management fee heb je aan deze maatschappij doorgerekend? Is dat wel een beetje in het redelijke ja of nee? Nou ja, zorg dat je je huiswerk gedaan hebt. Ik hoor ook wel eens dat een belastingdienst daar bijvoorbeeld naar kijkt. Naar managementovereenkomsten en ja, ook het salaris van de DGA. Herken je dat? Ja, dat herken ik wel. En kijk, ook dan, hè, ook vanuit die optiek moet het allemaal zakelijk zijn. Ja, en wat zakelijk is, dat is tot op zekere hoogte natuurlijk wel arbitrair. Want ja, de ene onderneming is echt de andere niet. Maar als dat allemaal al te zeer afwijkt van wat ja, gebruikelijk is, dan kom je wel in een discussiefase terecht. En ja, daar blijf je liever van weg. Ja. Dus, liever vooraf vastleggen dan achteraf discussiëren. Hoor. De aanval is de beste verdediging wat dat betreft. En, en kijk inderdaad goed naar leningen. Hè. Heb je zekerheden daarop zitten? En als ze er zijn, doe je daar ook werkelijk wat mee? Ja of nee? Of laat je dat allemaal lopen? Hè? Want gedraag je zakelijk om te zorgen dat je zo goed mogelijk je huiswerk op orde hebt. Dat, Nou, dit lijstje gaat nog door. Want kijk... Alles moet zakelijk, hè? Dat hebben we het over gehad. Nou,
dan is het wel handig om dingen zwart op wit te zetten. En als het gaat om financiering bijvoorbeeld, ja, dan gaat het natuurlijk om dat je zorgt dat er een zakelijke rente wordt afgesproken, dat je in principe voldoende zekerheden verstrekt en dat je goede afspraken maakt over aflossen. En als je dat niet doet, nou, dan kun je zeggen, ja, dan heb ik nog steeds een leningsovereenkomst. Alleen als het dan niet helemaal loopt zoals het moet, ja, hoe bewijs jij dan dat toen jij die lening aanging, dat dat een zakelijk verhaal is? En kijk, de fiscus komt hier over het algemeen niet zo snel in beeld. Die komt pas in beeld op het moment dat we iets gaan afwaarderen. Hm? Als je gaat afwaarderen, dan zegt op het moment die lening dat je gaat afwaarderen, dan zegt de fiscus van ja, je waardeert dan af, maar kon je dat wel doen? Mocht dat wel? Nou, dan moet je eigenlijk weer terug naar het moment dat je de lening verstrekte. Ja, als dat 10 jaar geleden is, waar heb jij nog vast liggen hoe het allemaal precies ging? En hoe solvabel was je toen? Hoe logisch was die afspraak toen? En wat doen ze dan? Oké, dan heb je dat niet vastgelegd. En dan? Dat geld dan krijg ik niet meer terug. Nee, maar dan accepteren ze dat verlies niet. Dan zegt men van ja, je wil een verlies wegens afwaardering in aftrek brengen, maar dat accepteren we dan niet. Dan ben je gewoon je aftrekpost kwijt. Ja, dan ben je aftrekpost kwijt. Ja. Ja. Kan je beter maar even voor vastleggen, zou ik zeggen. Ja. Nu was het nu nog goed gehad. Ja. Ja, het is het verhaal van de paraplu en de regen. Als de zon schijnt, dan heb je die paraplu niet nodig. Maar tegen de tijd dat je hem nodig hebt, is het wel handig dat je hem hebt. Dak repareren als het droog is. Ja. Dat verhaal, ja. Ja, liquiditeit. Ja, soms zijn er nog, ik noem het dan maar even in goed Nederland, Nederlands quick wins. Liquiditeit kan in economische klimaat slechte situaties belangrijk zijn van ja, wat valt er nog te verbeteren? Nou ja, denk eens aan je tijdvak voor je omzetbelasting. Hè? Als jij altijd maar BTW terugkrijgt, ja, als liquiditeit heel belangrijk wordt, ja, vraag dan maar om een aangifte per maand voor zover je dat nu nog niet hebt. Andersom, als je moet betalen, en dat hoop ik voor de meesten, want dan wordt er wat verdiend, hè? Dan wordt er ook wat omgezet namelijk. Ja, dan is het uit oogpunt van liquiditeit handig om te zeggen, ik doe eens per kwartaal aangifte. Want in dat kwartaal spaar ik het dan aardig op. Dus dat kan helpen. Nou, daarnaast komt er een regeling vanaf volgend jaar om willekeurig af te schrijven. Die regeling is overigens nog in het parlement. Maar je moet bedenken, onder bepaalde voorwaarden mag je de helft van een investering willekeurig afschrijven. Ja, ik zou zeggen, reken je niet rijk, maar weet dat het bestaat. En degenen die volgend jaar fix willen investeren, kunnen er misschien wat mee. Maar het heeft allerlei randvoorwaarden, dus ik word er niet heel wild van, eerlijk gezegd. En dus puur liquiditeit, denk ik. Want willekeurig afschrijven, dat is iets wat je al mag doen, maar wat je dan eerder doet. Ja, en dan dus maar voor de helft. Dus voor je het weet heb je een hoop administratieve complexiteit. Dus. Nou, goed om te weten. Maar, goed om te weten, maar ook weer even nadenken. Maar reken je niet rijk, wil ik maar zeggen. Daarnaast hebben we natuurlijk nog ondernemers met coronaschulden. Ja, dat... Ook daar is natuurlijk wel uitstel voor bij de fiscus. Hè. In principe moet je nu vanaf 1 oktober beginnen met betalen. Eerst moest dat in 5 jaar, dat werd uiteindelijk 7 jaar. Je mag ook nog eenmalig een betaalpauze vragen. En los daarvan hè, is ook belangrijk dat als je daar met al deze standaard mogelijkheden niet uitkomt, mag je in principe aan de ontvanger van de belastingen ook nog vragen om zogenoemd maatwerk. Dus op het moment dat die coronaschulden jou als ondernemer echt in de weg zitten, ja, steek op tijd je vinger op en ga dat gesprek met die ontvanger aan om te zorgen dat je maatwerkafspraak krijgt. Hè. De politiek heeft daar enorm om gevraagd en is ook toegezegd van in voorkomende gevallen moet er maatwerk geleverd kunnen worden. Dus, ook hier weer dus liever vooraf de Belastingdienst bellen. Ja. Dan struisvogelmethode. Precies, hè, want alles goed gaan. Want voor je het weet ga je namelijk ook met de belastingen na 1 oktober in de knel komen. En daar gelden weer gewoon de regels voor. Als jij niet op tijd betaalt, moet je wel melding betalingsonmacht doen. Want anders word je als bestuurder aansprakelijk gesteld. Dus, ja, we zitten nu in, het is vandaag 22 november. Dus als ik dan even bedenk, alles van oktober, dat moet dan in november betaald gaan worden. Ja. Dus dit is de volgende week, is het de eerste... Dat wordt de eerste lakmoesproef, Christian. Ja. Voor degene die het nog niet helemaal nu op de rit kunnen hebben. En dat, ja, soms zit je echt in moeilijke tijd. En dan moet je wel bedenken dat het corona-uitstel is alleen maar voor die oude schulden. Ja. En vandaag gelden gewoon de nieuwe regels weer. En dan op tijd betalen of op tijd aan de bel trekken. Ja, juist. Ja. Nou ja, we hebben inderdaad ook nog dan de MIA, de VAMEL en de EIA. Leuke afkortingen, maar het komt er allemaal op neer dat als jij in bepaalde energie- of milieuvriendelijke zaken investeert, dat je dan vervroegd mag afschrijven of extra aftrek mag claimen. Nou, leuk om te weten. En in voorkomende gevallen doe er je voordeel mee. Maar weet dat het bestaat. Duidelijk. Dan
Dat is jouw blokje, hè? Ik kijk nog even, we hebben een vraag gekregen nog van een kijker, maar die zit meer naar mijn mening op het idee van Arne. Maar wel even leuk, want dan trekken we jou er ook nog eens even Helemaal bij. goed, ja, laat me horen. Hebben we al een idee wat de gemiddelde salarisverhoging wordt voor 2023, vraagt iemand. Dat is heel moeilijk om daar een eensluidend antwoord voor te geven, wat ook nog eens een keer voor alle industrieën en alle sectoren gaat gelden. Iedereen is denk ik heel erg bezig met de inflatiecorrectie. Wordt er volledig gecorrigeerd? Wordt een deel gecorrigeerd? Dus het is moeilijk te zeggen. Maar wat we natuurlijk wel hebben gezien in de afgelopen periode is dat, zeker bij CAO-verhogingen, dat er toch wel een aantal procenten bij zijn gekomen. Moeilijk een algemeen antwoord op te geven, maar we zien wel dat de lonen, in ieder geval in de CAO's. Wat zie je daar voor percentage? Is dat 1, 2 of is dat 5? Ja, soms is het 1, soms is het 2, soms is het 5. Er zijn uitschieters nou, van 10 alles. Of 11. Eigenlijk is het van alles en nog wat. Dus daar ergens zou ik zeggen, in die bandbreedte Misschien even zien goed we kijken van gebeuren. in welke branche ben je actief en wat is daar gebruikelijk? Ja, precies. Daar kun je natuurlijk naar kijken. Ja. En zeker als je te maken hebt met moeilijk personeel vinden, moeilijk personeel blijven binden aan de onderneming, is dat iets wat je kunt meenemen. Ja. Yes. Maar je ziet al, kijk, minimumloon gaat met 10% omhoog. Dus ja, dan zie je ook dat de lonen boven het minimumloon, daar komt natuurlijk ook druk op. Hè? Alles dus gaat dan mee. In cao's, je kan toch zeggen, ja, daarboven hoeft dat niet per se. Maar ja, er komt wel druk van onderaf. Als je ervaring hebt, dan wil je ook dat wat ja, meer verdienen dat dan het ja, minimumloon. Dat is logisch, want ja. Inflatie is voor iedereen. Hè? Dus, ja. Ik wil de kijkers even meenemen in de maatregelen van de overheid op energiegebied. Het is natuurlijk een beetje gek nu, want nu ga ik als presentator ga ik zelf even iets inhoudelijks vertellen. We zijn natuurlijk nog even aan het kijken wat het nou precies gaat doen, deze maatregelen. Want wordt dat weer net zo groot als bij corona? Toen hebben we de NOW-steun gehad en de TVL-steun gehad. Ja, wordt het net zo groot en ook zo intensief, ook bijvoorbeeld met verplichte accountantsverklaring? Of blijft het relatief klein en beperkt? Dat weten we nu nog niet. Wat we wel zien is dat er... Ja, alles wat nu verteld wordt en wat nu bekend is, dat kan morgen weer wijzigen. En dat zien we ook wel gebeuren. Daar zal ik zo meteen nog iets meer over vertellen. De drie belangrijkste maatregelen die er nu zijn, dat is aan de ene kant de energietoeslag voor lage inkomens. Het energieplafond, het prijsplafond voor energie. Daar kan iedereen gebruik van maken met een huishouden. Ook voor kleine MKB-ondernemers. En dan hebben we als derde hebben we de TEK-subsidie, de tegemoetkoming energiekosten. En dat moet dan de subsidie zijn die ja, de grootverbruikers steun geeft. Als we dan even kijken in detail. Dit is die energietoeslag voor lage inkomens. Met name als je alleen bent rond de 1300 euro mag het inkomen dan maximaal zijn. Is ook gekoppeld aan het minimumloon. Ook aan bepaalde uitkeringen. Het wisselt allemaal per gemeente, dus het is afhankelijk van in welke gemeente je woont. Dus soms is dat 120% van het sociaal minimum, soms 140%. Soms telt het vermogen mee, soms ook weer niet. Dus dat is echt heel willekeurig per gemeente. Ik hoorde pas al iemand die zat van, ja, ik woon op de grens van Schiedam-Rotterdam en ik heb dit en zij hebben daar dat in die straat. Ja, dat kan. Rotterdam is heel vriendelijk, want die heeft de grens op 140% gesteld. Gemeenten hebben daar dus vrijheid in. Het is een vorm van bijzondere bijstand. Heb je hiermee te maken? Ja, kijk goed in je gemeente hoe dat zit. En ook voor eventueel werknemers of ouders of mensen om je heen waar dit speelt. Dit is het bedrag voor 2022. Voor 2023 is er ook alweer een regeling aangekondigd. Dat gaat allemaal in delen. Dus dat zie je vaak bij crisis, dat de steun in delen wordt uitgebreid. De andere twee maatregelen die er nu zijn. Dat is dan het energieplafond. Vanaf 1 januari 2023. En ja, omdat dat nu toch ook allemaal wel heel actueel is, is dan voor november en december die 190 euro bedacht. Als een soort voorschot voor die 2 maanden, omdat we dat niet helemaal precies kunnen uitwerken. Ook daar zie je weer dat de ene energiemaatschappij die betaalt hem gewoon uit. En de andere die verrekent hem met de maandtermijnen. Dus ik hoorde ook al mensen, ja, ik betaal nu veel minder. Ja, ik heb hem gewoon gekregen. Ja. Dus ja. Dat komt ook wel weer. Iedereen krijgt hem. Hè. Je kan niet differentiëren als overheid van die wel, die niet. Dus gebruik jij weinig stroom en gas of heb jij een warmtepomp of zonnepanelen, dan krijg jij die 190 euro ook. En dat maakt het voor sommige mensen ook wel lastig van, is dit nou terecht of niet? Ja.
En hoe Eigenlijk zit het nog wel. met de woongroepen? Want dat was een tijd lang was dat onduidelijk. Is daar Ja, duidelijkheid over? nou, ik wou maar even zeggen, dat Ah. ligt heel erg aan hoe de situatie er dan precies uitziet. Ook studenten was ook zo'n groep die, Ja. ja, wel Ja, niet. maar in de politiek zijn ze daar nog mee bezig. Ja. Er wordt nog wel gekeken naar om daar toch wat voor te doen. Want Ja. iedereen vindt inderdaad Lobbyen. dat een aansluiting voor een blokverwarming, ja, dat niet past. Nee, precies. Nee, nee, Terwijl die nee. mensen wel ook voor, ja, die hebben ook verwarming. Ja. En ja, En anders vallen die er allemaal buiten. maar Ja. sowieso Wordt dit nog aangewerkt. Ja. energieplafond zelf, dat zou 1 januari ingaan, ja, dat is er ook nog niet door. Dus misschien wordt die €190 voorschotregeling wel gewoon verlengd voor januari. En de energiebedrijven moeten hiervoor weer gecompenseerd worden. Hoe gaat dat dan weer gebeuren? Dus nog heel veel details moeten uitgewerkt worden. Ja, dus denk gewoon goed om te vertellen dat deze regeling niet alleen voor huishoudens geldt, maar ook voor kleinverbruikers, ondernemingen. En de grens zit dan, hè, dat afgetopte tarief, dat gaat dan, en ik moet dan even spieken, tot 1200 kuub gas en tot 2900 kilowattuur. Gelden deze verlaagde tarieven, waar het tarief eigenlijk gewoon is vastgezet. Dus kom je naar boven, dan betaal je wel weer gewoon je contractprijs met je energiemaatschappij. Maar dan de regeling waar het vandaag, ja, denk ik, het meeste over moet gaan, die voor onze kijkers het meest relevant is, dat is die tegemoetkoming energiekosten. Ook deze regeling kan nog wijzigen. Hij is denk ik de afgelopen 2 weken ook alweer 3 keer gewijzigd. Ja. Vandaag, nee, gisteren, toen kwam de najaarsnota uit. Nou, ik heb nog even gelezen vanochtend. Ik zag zo snel weer geen wijzigingen hierover, maar wel weer compensatie voor zwembaden en Theaters en scholen, geloof ik, scholen, ja. sportverenigingen. Dat zal echt afwachten zijn van wat dat nog gaat worden de komende periode. Wat we nu weten is in ieder geval dat er 50% van de energiekostenstijging vanaf 2022 in vergelijking dan met 2023, die wordt gecompenseerd. Dat gaat wel uiteraard met een maximum. En ook die heb ik voor het gemak nog maar eens even opgeschreven. De maximumvergoeding is €160.000 per onderneming. Je moet dan ook weer gaan kijken met die MKB-toets, die we ook nog kennen uit de Krijgen we TVL-regeling. dan toch weer een groep, Christian? Een groep begrip zit daarin. Ja. Je moet MKB zijn, dus maximaal 250 werknemers. Wie moet je wel en niet gaan samentellen? Dus de bakker die 5 BV's heeft, 5 filialen, maar dat in 1 BV heeft zitten, Dat is gewoon één aanvraag. die helaas pindakaas. En als je 5 zaken naast elkaar zou hebben die niet als groep zouden zijn te zien, hè? Even los van hoe je dat Ja, regelt, hè? Maar je dan zou zal je dan echt weer 560.000 kunnen krijgen. een aparte beoordeling waarschijnlijk moeten gaan uitvoeren op basis van het MKB-groepsbegrip, zoals we dat ook echt in de TVL-regeling kennen. Het RVO is daar heel streng ook mee in het uitleggen. Je hebt grenzen met het aantal werknemers, belastingtaal, omzet en vooral ook een internationaal verband. Best ingewikkeld om dat te bepalen. Nou, als je daar dan doorheen bent, dan krijg je dus maximaal €160.000. Er was eerst ook nog een ander maximum voor landbouwbedrijven, maar dat is dan recent weer geschrapt. Er was een maximum verbruik, dat is ook weer geschrapt. Wat blijft er dan nog over? Je krijgt 50% vergoeding voor een prijs boven €1,19 per kuub gas. En boven de 35 cent kilowattuur stroom. En dan daar 50% van wat je daarboven betaalt, krijg je gecompenseerd. En dan weer met een maximum van €1 voor gas en 30 cent voor stroom. Ja, ik lees het maar gewoon op. Ja. Want wat ik zeg, volgende week is het weer anders. Wat denk ik belangrijk is voor de kijker, is dat dit aan te vragen zou moeten worden in 2023. Maar naar verwachting ook pas in het tweede kwartaal. Dus dan zit je alweer in april. Dus je gaat het eerst wel volledig betalen, Ja. zelf voorschieten. Ja. En je had het net over politiek. Er is een motie aangenomen, ook weer volgens mij bij het Belastingplan, die zegt van joh, politiek, ga nu wat doen. Wij willen dat ondernemers voor 1 januari weten waar ze aan toe zijn en dat ze ook al een voorschot krijgen. Maar ja, een voorschot, nou, we kennen dat ook van de NOW en van de TVL, voorschot, definitieve aanvraag, verrekenen. Best ingewikkeld. Best ingewikkeld. Ja. En de vraag is dus, komt dit niet te laat? Want als jij nu een bakker bent en je moet gewoon je oven opstoken om brood te bakken. Ja, dat moet Ja. vandaag. Wil je dat brood En verkopen? je kan hem niet verkopen voor Nee. €6. En je moet dat toch gaan voorschieten. Ja, ga je dat dan doen? Ja, heb je daar de middelen voor? Heb je daar de middelen voor? Kom je wel in aanmerking voor die TEK-subsidie? Ja. Wat je wel kan doen, en dat is misschien mogelijk te veel werk, maar toch even als voorbehoud. We zagen bij die TVL-regeling dat het heel erg gericht was op de SBI-code bij de Kamer van Koophandel. Er werd toen gedifferentieerd per branche. Nou, ik zie dat er persoonlijk ook nog wel inkomen. Want vinden wij dat wij Bitcoin-bedrijven moeten subsidiëren? Of vinden wij dat wij de bakker moeten subsidiëren? Nou, daar kan je een mening over hebben.
Als je een generieke regeling maakt, dan krijgt iedereen. Dus ik zie nog best wel vormen dat er weer gedifferentieerd gaat worden naar SPI-code. Tip is dus om vooral te zorgen dat je de goede SPI-code hebt. Ja, voor zover dat je dat niet hebt, zorg dat je dat op orde hebt. Ja. Ja. Kijk maar eens hoe je ingeschreven staat. En past dat nog bij je onderneming? Ja. Nou, en ik ben vooral nog benieuwd, komt er weer een accountantsverklaring bij je omzet? Hè? Want het is omzetafhankelijk. Je moet dus minimaal 7% van je omzet besteden aan energiekosten. En de vraag is, haal je dat? Ja. Ja, dan kan je een beetje mee spelen met je omzet. Maar ja, spelen, dat is weer verschuiven. En dat mag weer niet, dus dan komt controle op. En mogelijk moet daar weer een accountantsverklaring bij. Ik ben benieuwd waar dit heen gaat. Ik ben ook heel benieuwd, ja. Want kijk, we moeten ook allemaal kosten doorberekenen. Dus als vanzelf wordt de omzet hoger. Terwijl ik verkoop niet meer broden, maar ik heb wel hogere financiële omzet. Gaan ze dat, dus dat is dan weer dan positief. Ook nog weer meenemen? Ja. Nou, hij ging natuurlijk al van 12,5 naar 7%. Dus ja, benieuwd of die zo blijft. En dat heeft echt te maken met politiek en lobby. Laten we naar een volgende polvraag gaan. En ja, die gaat over die tech-subsidie. En de vraag is dus, verwacht u dat u gebruik kunt maken van die TEK-subsidie op basis van wat ik net verteld heb? En de mogelijkheden zijn dan ja, nee, weet ik niet. Of ja, die ligt misschien wel wat voor de hand. De regeling is mij nog te onduidelijk. Dus dat zijn de vier antwoordmogelijkheden over de tegemoetkoming energiekosten. Wat denken jullie? Aan de hand van jouw verhaal net, zou mij D niet... Een beetje suggestieve vraag dit. Ja, aan de andere kant, ik denk dat sommige mensen ook wel het gevoel hebben van nou, ik voldoel aan de criteria. Dus ik links of rechtsom ga ik ervoor in aanmerking komen. Ja. Dus, misschien de second beste zal A zijn, wat mij betreft. Ja. Maar. Ja, het antwoord ja. Nou, we wachten nog even af. Ik krijg ondertussen een vraag. Is de energiebelasting 2023 voor grootverbruikers al bekend? Volgens mij is die al bekend. Want alle regelingen zijn bekend gemaakt met Prinsjesdag voor het nieuwe jaar. Alleen de indexatie van de schijven en de tarieven. Ik durf het nog niet komen te zeggen, Christian. Ik denk dat die er al is. Maar zoals je al hoort, ik weet het niet uit mijn hoofd. En ik weet ook het percentage niet. Maar dat gaan we opzoeken. En dat komt er morgen bij. Ik heb ook de resultaten nu en 64% van de mensen zegt toch antwoord nee. Ik kom er niet voor in aanmerking. Oh. 64%. Dan 20% zegt de regeling is mij te onduidelijk. 11% zegt weet ik niet. En maar 4% zegt antwoord ja. Nou, dan denk ik dat mevrouw Kagen meevallen kan inboeken. Nou ja, dit is natuurlijk wel ook wat de politiek eigenlijk wil weten. Hoeveel mensen kunnen hier gebruik van gaan maken? Dus, ja. Op zich een leuke polvraag. Speel het maar niet door naar Den Haag. Nee, dat je niet doen. Tijd voor jou, Arne. En we moeten natuurlijk een beetje tempo maken. Ja, we gaan richting 2 ik uur. Ik zie het. Ik ben een afsluiter, dus ik zal het proberen allemaal beperkt te houden. Misschien doen we jouw polvraag aan het eind. Dan kunnen we eerst jouw verhaal doen. Ja, dat is goed. Ja. Dat is prima. Helemaal goed. Ik wil het vandaag nog even kort hebben als hekkensluiter over het arbeidsrecht en de rol wat personeel dan hierin speelt. Ik loop er gewoon gelijk helemaal doorheen. De polvraag die bewaren we eventjes voor aan het einde. We hebben het eigenlijk in de afgelopen tijd, de afgelopen minuten gehad over die slechter wordende financiële positie. En wat ik heb gedaan is echt een onderscheid gemaakt tussen wanneer is er nog preventief iets te doen. We hebben core gehoord, is nog het een en ander is er op voorhand is er mogelijk. En vanaf wanneer is het eigenlijk een kwestie van drastisch ingrijpen met ten aanzien van personeel dan als enige optie. Enkele voorbeelden van preventief ingrijpen, dat zijn bezuinigingen, het zijn investeringen die je misschien niet doet of later doet of uitstelt op een andere manier. Financiële steun aanvragen hebben we natuurlijk ook gezien toen corona net de kop opstak en veel bedrijven massaal die financiële steun gingen zoeken, ofwel bij de staat ofwel daarbuiten. Als we het dan meer op personeelgebied gaan hebben, dan heb je nog loonoffers, is een veelbesproken onderwerp als je het hebt over preventief ingrijpen. En de flexibele schil is wat mij betreft een heel belangrijk onderwerp waar weinig aandacht naartoe gaat, maar waar echt heel goed naar gekeken zou kunnen worden. Ik denk wel door elke ondernemer. Aan de andere kant, als de golf net is omgeslagen, dan heb je eigenlijk ten aanzien van personeel nog maar één optie. En dat is het inperken van je vaste schil. Dus van je vaste medewerkers.
Nou, hoe ziet dat er dan uit? Echt meer de personele aspecten daarvan. De loonoffers. Het is absoluut geen populair onderwerp, tenminste onder het personeel althans. Maar we zagen het zeker in de coronaperiode zagen we het heel erg veel. Dat werkgevers toch aan het kijken waren van hè, wat kan ik met mijn personeel in onderling overleg bereiken om toch te zorgen dat die broek omhoog kan houden. Maar dat we samen eens kijken wat we kunnen gaan bereiken. En dus dat kan zijn het inleveren van salaris, tijdelijk of definitief uren. Misschien is er personeel wat al langer denkt van, nou, die vijfdaagse werkweek, ik vind het wat much. Ik ben oké met 4 dagen per week werken. Het zou een heel mooi onderwerpgesprek kunnen zijn. Vakantiegeld en vakantiedagen zijn twee onderwerpen. Dat ligt natuurlijk iets gevoeliger. Mensen doen daar niet zo graag afstand van. Maar wellicht is er iets te bespreken dat misschien later wordt uitbetaald. Op het moment dat je denkt van, ik voorzie dat ik over 1 of 2 jaar er weer wat ruimer bij zit. Dan zouden dat onderwerpen kunnen zijn om te bespreken. Hetzelfde over toeslagen. Net wat ik zei, het is niet populair. Op het moment dat je dat toch eens wil gaan oriënterend benaderen, wees daar gewoon open over en transparant. En ik heb met bepaalde klanten zijn we wel zo ver gekomen dat we dat op een tijdelijke basis hebben afgesproken. Maar alles staat en valt bij heldere communicatie, daar eerlijk over zijn, gewoon verwachtingen uitspreken naar elkaar en dat bij wat Cor ook al zei, schriftelijk vastleggen. Dus daar zitten mogelijkheden. Dus het is zeker. Je moet wel met je billen bloot als ondernemer. Je moet met je billen bloot, maar het is het bekijken ja, waard. Maar je vraagt wat op een moment dat je natuurlijk wel 5 voor 12 is het al geweest. Hè? Ja. Dus, ja, die andere opties zullen eerst aan bod komen. Ja, dus hier zit je al in een heel moeilijk pakket en dan doe je eigenlijk een appel op iedereen. Nou, hoe kunnen we de continuïteit dan toch nog van het bedrijf of de organisatie waarborgen en doorgaan? Absoluut, ja, zeker. Dan de flexibele schil, die is wat mij betreft eigenlijk veel belangrijker, wat ik al zei. Ongemerkt heeft toch heel veel bedrijven hebben ongemerkt een grote flexibele schil. En dat is iets wat in de loop van de tijd gewoon is gebeurd en ook iets wat in Nederland heel gebruikelijk is. Mensen worden aangetrokken met een vast of met een tijdelijk contract, krijgen nog eens een keer een tijdelijk contract. Krijgen vaak nog eens een keer dat derde tijdelijke contract. Dus het is heel erg gebruikelijk om in Nederland in die keten van tijdelijke contracten te blijven zitten. Ja. Terwijl juist wat de regering ook wil, is naar die vaste contracten. Op een gegeven moment weet je wel of iemand past en weet je wel hoe de werkvoorraad eruit ziet. Geef diegene dan gewoon dat vaste contract. ZZP'ers is eenzelfde verhaal. Ik ken veel ondernemers die eigenlijk zonder dat ze er erg in hebben, maar puur op basis van gewoon bestemgebruik of ze weten eigenlijk niet beter, dat ze toch die zelfstandigen maar blijven inhuren. Terwijl ze misschien ook gewoon werknemers hebben rondlopen die dat werk ook prima zouden kunnen doen. Hetzelfde geldt voor uitzendkrachten, is eigenlijk hetzelfde verhaal. Dus dat zijn allemaal zaken waar je als ondernemer kritisch naar zou kunnen kijken. En op het moment dat je zegt, mijn werkvoorraad slinkt echt aanzienlijk, hè, ik zie gewoon dat ik iets moet gaan doen in mijn personeel. Kijk dan eens of je bijvoorbeeld die ZZP'ers niet langer inhuurt en die uitzendkrachten eventjes stopzet. En daarbij zou je best wel kunnen kijken van ik heb personeel waar qua tijd ruimte bestaat, maar die wellicht niet helemaal dezelfde kennis of de juiste kennis hebben. Investeer dan in die mensen op peil brengen qua kennisniveau om toch dat werk wat gedaan moet worden over te pakken. En als hekkensluiter is het de tijdelijke contracten. Ja, dat is een vrij makkelijke maatregel. Maar als je dan die flexibele kaart in schil hebt, die flexibele schil in kaart hebt, en je weet hoeveel mensen je op een tijdelijk contract hebt zitten, en je weet hoe je werkvoorraad er bijvoorbeeld uit gaat zien, dan kun je natuurlijk gewoon zeggen, diegene verleng ik niet. Want het gebeurt nu uit de praktijk, merk ik dat nog zo vaak, dat mensen niet doorhebben dat er personeel op een tijdelijk contract werkt. Mensen werken door. Ja. En op een gegeven moment krijg ik een belletje van, ik heb iemand en die loopt hier volgens mij al 3 jaar, maar hij heeft nog wel een tijdelijk contract. Dus ook dat soort inmiddels niet meer, ook dat soort situaties gebeuren. Dus het sluit me helemaal aan en het past ook helemaal bij jouw verhaal van alles schriftelijk vastleggen en blijven herbeoordelen. Wie heb ik er lopen? Wat voor contract? Wanneer loopt het af? Zet een reminder in je agenda, hou dat in de smiezen. Op het moment dat je eens wil gaan kijken, kan ik aan een bepaald touwtje trekken om iets te regelen. Dan zijn die tijdelijke contracten is een hele makkelijke oplossing.
Dat is ook wel lullig trouwens, als je iemand vast in dienst hebt en jij denkt het is nog flexibel, want dat maakt ook uit voor je premies die je Zeker, betaalt. absoluut. Ja, Dus absoluut. dat dat gebeurt, ja. Dat, dan, Ja, okay. zeker. Kijk, en die premie, die hogere premie betaal je ook als bijvoorbeeld het aan schriftelijk vereiste niet is voldaan. Als mensen inderdaad een tijdelijk contract hebben. Ook als je oproepkrachten in dienst hebt. Dus dat loont echt wel om daar eens goed naar te kijken. Naar die totale flexibele schil. Hoe ziet die eruit? En past die nog bij mijn huidige situatie? Zeker omdat dat verschil tussen hoge en lage premie 5% is. 5% van je loonkosten kan heel veel zijn. En als jij iets te lang en te veel doorgaat met flexibele oproepkrachten, maar blijven oproepen, ja, dan kun je jezelf natuurlijk behoorlijk in de vingers snijden. Ja, dat is gewoon zonde. En dat is soms nergens voor nodig, want dan moet je inderdaad heel goed kijken, ja, wie heb ik allemaal in dienst, op welke basis is dat, wanneer lopen die contracten af? Ja. Absoluut. Ja. En daaraan gelinkt is natuurlijk ook wel een beetje wat we tegenwoordig zien met de krappe arbeidsmarkt. Mensen kijken om zich heen, misschien niet bewust, hè, maar je wordt op LinkedIn word je benaderd door nou, zo'n beetje de hele dag door iedereen. Dus in aansluiting op wat Cor zegt, ik denk dat het ook heel goed is om gewoon eens te kijken wie heb ik nou vast in dienst, wie heb ik tijdelijk in dienst, maar heb ik niet nodig. En kan ik dat werk verleggen, bijvoorbeeld naar mijn vaste werknemers, om ook te zorgen dat zij een betere binding bij het bedrijf houden. Want daarmee wil je het uiteindelijk verder gaan doen. Dat zijn mensen waarin je wil investeren. Dus die investering mag ook best wel plaatsvinden. Goede werk door de juiste persoon Juist, laten uitvoeren. ja, Ja. absoluut. Ja. Nou, mocht dat nou geen soelaas bieden, of je bent toch al wel veel verder in het verhaal dan gedacht, dan kom je uiteindelijk op het inperken van de vaste schil. Dat kan grof gezegd even via drie manieren. Dat kan via een ontslagprocedure bij de kantonrechter, bijvoorbeeld als er personeel is dat al voor langere tijd niet functioneert. Of waar je op een andere manier wat niet helemaal lekker zit. Het zou een optie kunnen zijn. De tweede optie is via een vastellingenovereenkomst met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. Wellicht is er iemand die al heel lang bij de organisatie zit, of net kort, maar die ook die aansluiting niet helemaal lekker vindt. Bijvoorbeeld bij de sfeer op kantoor of net bij het gevoel van de onderneming. Dan kun je best met elkaar om tafel gaan zitten en ook gewoon weer misschien met de billen bloot en zeggen: dit is de situatie, ik wil graag door investeren. En wil je daar onderdeel van uit blijven maken? Of zeg je van nou ja, de markt is nu goed voor mij. Ik wil best wel meedenken over gewoon een goede afsluiting voor mij, zodat ik ook weer verder kan. Dus dat is zeker iets wat momenteel gewoon goed te onderzoeken valt door ondernemers. De laatste optie is een ontslagaanvraag via het UWV. En dan begin je echt te spreken over reorganiseren wegens bedrijfseconomische redenen. Dus dat kan op basis van verschillende grondslagen, minder wordend werk, financiële nood. Er zijn verschillende mogelijkheden om dat verzoek te doen bij het UWV. En dan zul je uiteindelijk toch ook, en daar staat hij hier eigenlijk als allerlaatste bullet, ook dan zal het UWV willen zien wat heb ik gedaan aan de voorkant. Hè? Heb ik iets aangetrokken? Heb ik gekeken of ik leningen kan krijgen? Heb ik mijn flexibele schil heb ik die ingeperkt? Op het moment dat je daar nog niet aan toe bent gekomen, dan zal het UWV jou nooit een ontslagaanvraag toe gaan kennen. Dus dat is iets om eigenlijk als last resort te gaan bekijken. Mooi. Nou ja, dan het reorganiseren aan zich. Ik merk uit de praktijk dat veel ondernemers dat toch eng vinden. Hè. Het is een groot begrip. Het voelt best wel zwaar. Het drukt ook best wel zwaar. Maar eigenlijk kun je het heel erg goed compact benaderen, om het zo te zeggen. Als je gewoon zorgt dat je voorbereiding voor het reorganiseren zelf, als het gewoon goed in elkaar steekt. Dus ik heb hier naast elkaar gezet dat wat mij betreft succesvol reorganiseren staat of valt met drie nou ja, insteken. Het plan van reorganiseren zelf. Kijk naar wat we net besproken hebben. Kijk naar die flexibele schil. Kijk naar wat je aan het doen bent. Kijk naar of je nog een lening kunt krijgen. Dus hoe ziet dat plan eruit? Wat is je grondslag voor reorganiseren? Hoe ziet financiële compensatie eruit? Dus moeten de transitievergoedingen worden betaald? Wat is de opzegtermijn? Dat valt allemaal onder je reorganisatieplan en het moet gewoon voorafgaand kloppen. En daarom is het goed om dat samen met een jurist of met een andere professional te doen, om te zorgen dat in ieder geval dat formele juridische stuk, dat juist is. Kom je bij het tweede stuk en dat is het communicatiegedeelte. En veel reorganisaties die ingezet worden
als reorganisatie bij het UWV eindigen in een vaststellingovereenkomst. Dus met een personeel, met personeel afspreken dat ze toch met wederzijds goed vinden uit elkaar gaan. Dat valt wat mij betreft onder het communicatieplan. Dus kijk eens goed naar, als je reorganisatieplan staat, hè, wie moet er afvloeien, wat zijn de kosten daarvan? Kijk eens of je het met dat personeelslid ook op een andere manier kunt redden. Dus als je weet wat je iemand moet betalen qua transitievergoeding, ga eens kijken of je wellicht kunt overhalen om met een vaststellingovereenkomst uit dienst te gaan met 1 of 2 extra maandsalarissen erbij. Het scheelt die procedure bij het UWV, scheelt tijd, geld, onzekerheid, want dat kleeft er altijd aan. En met een VSO stapt een medewerker veel prettiger en met een goed gevoel het bedrijf uit als dat hij wordt ontslagen via een reorganisatie. Ja. Precies. Nou, onderdeel van die communicatie is natuurlijk ook dat je collectief ontslag moet melden. Excuus. Als het gaat om meer dan 20 man personeel. De OR of de personeelsvertegenwoordiging speelt daar ook een rol. En bespreken met personeel is eigenlijk iets wat ik net zei. Bekijk dat is goed en dat is allemaal onderdeel van het communicatieplan. Excuus. We komen op het sociaal plan. Eigenlijk hoort het onder het reorganisatieplan. Maar ik heb hem afzonderlijk genoemd omdat het gewoon belangrijk is. Dus kijk naar hoe ziet het financiële plan eruit? Wie krijgt wat? Wat is de opzegtermijn? Herplaatsing is een hele belangrijke. Is er wellicht nog scholing mogelijk voor bepaalde werknemers? Ja. Om binnen het eigen bedrijf weggezet te kunnen worden in een andere positie. Of binnen een ander bedrijf. Dus dat zijn eigenlijk de drie plannen die van tevoren goed bekeken moeten worden. En ook goed op schrift vastgelegd moeten worden. En op het moment dat nou echt zo is dat je niet anders kan dan naar het UWV te gaan. En deze plannen liggen op tafel. Dat wil ik niet zeggen dat het een fluitje van een cent is. Maar dan weet je in ieder geval wat die route is. Heb je een hele hoop voorbereiding heb je al gedaan. Ja. En dat scheelt gewoon heel veel onduidelijkheid en nog gerommel in de lijnen. Dat was mijn inhoudelijke verhaal. Ik kijk even naar de chef of we nog tijd hebben voor de poll. Zullen we gewoon even doen? Ik vind het goed om de poll nog even te doen. Ik zie dat we nog een best grote groep mensen aan kijkers hebben. Dus sorry dat we net even buiten de tijd lopen, die paar minuten. Maar de laatste pollvraag is, verwacht u in 2023 te moeten reorganiseren? En de antwoordmogelijkheden zijn dan antwoord A is ja. Nou, dat ligt voor de hand. Antwoord B is nee, ik verwacht geen turbulente tijden voor mijn onderneming. Antwoord C is nee, ik heb al maatregelen getroffen. Dat kan natuurlijk ook. En antwoord D is ja, dat hangt ervan af. Dat weet ik nu nog niet, want ik weet niet waar we naartoe gaan. En het past ook wel bij een vraag die ook binnenkwam van een kijker. Van ja, verwachten jullie nou veel faillissementen? Nou, dat is voor ons natuurlijk ook lastig inschatten, want je weet niet wat er op ons afkomt. En ik denk dat de antwoord van deze poll misschien wel het beste antwoord op deze vraag ook is. Ja. Dan wil ik dus niet zeggen dat reorganisatie hetzelfde is als een faillissement. Zeker niet natuurlijk. Daarmee hoop je dat te voorkomen. Ja. Nou, maar goed, tijdens corona hebben we natuurlijk ook gezien dat er onevenredig weinig faillissementen waren. En toen heeft iedereen gezegd van ja, zou dat dan toch door te ruime steunmaatregelen zijn? Nou, dat is maar een vraag. Maar in ieder geval, gaat dat nog komen? Komt dat dan nog? Komt die golf dan later en komt die dan nu? Hè? Dat is natuurlijk een beetje wat er nu op ons afkomt. Ik heb hem al, de uitslag. Kijk. Ook weer dubbele scoren. 2 keer 43%. Dus nee, ik verwacht geen turbulente tijden voor mijn onderneming. Dus het linker rijtje van onze economie is dat. En de tweede is, ja, dat weet ik nu nog niet. Nee. Ja, ook nog 14% die zegt nee, ik heb al maatregelen getroffen. En dan 0% die gewoon ja zegt. Dus toch nog de positieve ondernemer. Ja, hè, die ziet zeker. Die ziet kansen. Ja, en dat is maar goed ook. En dat is mooi. Ja, ja. Mooi. De overige vragen die gesteld zijn, want we hebben niet alles kunnen beantwoorden, die gaan wij op schrift beantwoorden. Ik zie ook nog wat vragen over de energiemaatregelen die natuurlijk hun impact hebben. Maar voor nu wil ik u hartelijk bedanken voor het kijken naar ons webinar. En eigenlijk dit uurtje praten over wat er mogelijk op ons afkomt. Want hopelijk valt het allemaal mee. En hebben we niks aan dit webinar, hè? Dat zou ik toch maar hopen. Dat zou best leuk zijn. Ja, ja. Ja, dat is misschien gek om te zeggen, maar dat zou toch het beste zijn. Ja, precies. Heeft iedereen lekker een broodje gegeten in dit uurtje? Ja, is dat het? In december is er geen webinar. In ieder geval niet voor MKB-ondernemers. Er is nog wel een webinar speciaal voor baan- en vastgoedondernemers. En uiteraard zijn er nog wat andere webinars over andere interessante onderwerpen. Wij pakken een bedraad weer op in januari. En als ik het goed heb, is dat 20 januari. En dat klinkt echt heel, heel ver weg. Gelukkig nog 2 maanden. 20 januari gaan wij verder met een MKB-webinar.
Het thema weten we ook nog niet, want ja, in 2 maanden kan zoveel gebeuren. We gaan nog iets passends verzinnen om u ook weer te interesseren, zodat u hopelijk ook volgende keer weer naar ons gaat kijken. Voor nu bedankt en ja, een fijn uiteinde. Dat is de eerste keer dat ik dat zeg. Ja, fijn uiteinde en tot ziens.